We gaan het hebben over een game van Shinji Mikami. En ja, dat is toch wel redelijk een grote naam van Resident Evil en The Evil Within. En hij heeft een nieuwe game gemaakt. Zijn studio. Zijn studio, inderdaad. Het is niet van hem. Het is niet van hem, hij heeft het niet gemaakt. Hij is niet de game director. Hij is geestelijk vader, hij hangt erboven. Nou, ik stond niet eens in het lijstje met... hij zal wel een producer zijn, zeg maar. Yeah. Maar hij is de studiovader, geestelijk vader van Tango. Maar ja. Hij heeft het niet gemaakt. Oké, okay. Nou ja, goed, hij heeft het niet gemaakt. Maar hij heeft er toch wel een klein beetje... Hij heeft er een beetje zeggenschap over. Tokyo Ghostwire, een game... Ghostwire Tokyo, sorry. Een game die al een tijdje... rondzinkt op de redactie. En dan met name dankzij Jelle, die... Jij hebt een keer een trailer gezien of een video. En toen zei je, nou, dit intrigeert mij wel. Ja, nou, het begon steeds meer. We hebben natuurlijk in 2018 of iets dergelijks op een E3, volgens mij bij PlayStation gezien. Ja. En toen had ik zoiets van, ja, oké, ik heb niet zoveel met Shinji Mikami, met horror games, dus whatever. Maar toen zag ik op een gegeven moment een gameplay trailer. Toen zag ik allemaal soort van spels. Ik hou gewoon van magie, ja. Nerdy shit. Dus ik zag dat. En het was in Tokio. En toen zag ik ineens dus wat meer gameplay. En toen dacht ik van, oh, maar het is dus niet alleen een horror game zoals je van Shinji Mikami gewend bent. Maar het is een open world game. Ik vond hem wel met eng. Magic. Vond je de game eng? Ja, ik vond het eng, maar ik ben echt een pussy, dat weet je. Ja, oké. Okay, ik vond het echt eng. Eerie. Niet eng. Ja, maar er zitten ook jumpscares in dat hij op jawel. Bijna niet. Ja. Toevallig als je dat... Ja, oké. Okay. Nou, er zit wel jumpscare-tjes in. Maar goed, dat betekent... Ja, oké. Okay, dan de lat ligt dan wel hoger bij echte jumpscares. Maar dat maakt niet uit. Overigens, leuk feitje. Deze game is gemaakt door een studio die eigendom is van Microsoft. Ja. En het is dus een PlayStation exclusive. Dus dat is. En PC natuurlijk, daar kan je hem ook op spelen. Bizar. Jelle, kan jij het verhaal vertellen achter deze game? Dat jullie losbarsten. Nou, dat begint eigenlijk hier. Dit is Shibuya Crossing, waar we ook vaak zijn geweest. En jij bent Akito. En je bent eigenlijk doodgereden, wat heel sick is. En hier, wat we nu zien, is de geest van Keke. Die probeert een lichaam te possessen. Tijdens deze, toevallig is hij daar, dat wordt niet voor de rest helemaal voor geen ruk uitgelegd, net zoals heel veel andere dingen in de game. Maar, en op een gegeven moment nu vind je dat dode lichaam, daar ga je nu in en samen ben je dus nu Akito en Keke. En net na deze gebeurtenis dat jij dood wordt gereden, is er een vreemde mist in Tokio die iedereen doet laten verdwijnen. Hmm. Behalve je zusje. Dus ja, van de ene, van Akito. Is het even gek, want wat de fuck is er gebeurd? Waarom is iedereen weg, behalve ik? En dan ga je dus eigenlijk op onderzoek uit waarom dat is. Je vindt een soort van je zusje in een hospital. Maar daar wordt ze soort van meegenomen door de bad guy van deze game. En dan ga je dus eigenlijk haar proberen terug te krijgen. En onderweg probeer je heel veel zielen die in de stad nog rondzweven terug te krijgen... voor, als je de game hebt uitgespeeld, dat het niet meer naar de Hinamas gaat, maar juist weer terug in de wereld komt. Ja, maar je zusje ligt in coma. Ja. Waardoor ze super interessant is voor die bad guy, omdat die bad guy wil die geesten op aarde en jij wil de mensen terug. En een coma is zeg maar tussen leven en dood in. Ja. Dus okay. Zij is zeg maar een soort van special voor die slechte gast. Ja. De gameplay is... Eigenlijk, ja, sommige mensen zeggen dit is eigenlijk een first-person shooter. Behalve dan geen wapens. Dit zijn wapens. Een boog. Een boog en je vingers. Die wel heel lang zijn, vind ik. Zijn lange vingers. Ik vind maar echt, die hand gestures zijn zo satisfying. Ja? Ik vind het echt heel fijn. Vooral als je switcht van... Want je krijgt op een gegeven moment meerdere dingen. Je hebt wind, vuur en water. Ja. En dan per ding zijn die hand gestures ook anders. En het ziet er echt super satisfying uit. Okay. Ja. Dat vind ik wel heel, heel nice. Ja, de graphics van de... Want je speelt in principe... eigenlijk heb je een revolver, dat is wind. Je hebt water, dat doet een beetje denken aan een soort van... verticale AOE. Shotgun. Ja. Horizontaal. En een rocket launcher-achtig ding, dat is het vuur. En daar heb je ook minder kogels van in principe, totdat je dat eventueel unlockt en wat dan ook. En sommige dingen werken volgens mij ook minder goed of beter tegen bepaalde enemies. Want sommige enemies gooien ook groene shit terug. En dan denk je, oké, als ik daar groene shit tegen doe, doet het gewoon minder goed. Nou, dat is grappig dat jij dat zo ervaart. Want zo heb ik dat helemaal niet ervaren. Net zoals dus wederom heel veel dingen in die game niet worden uitgelegd. Nee. Want hoe ik dat terugkrijg is gewoon dat dan je krijgt dan groene ammunition. Gewoon van toevallig van die character. Oh nee, als zo'n chick, die hebt van die schoolgirls die rode vuurballen gooien. Ja. En als je daar met je water op gaat, gaat het veel sneller weg dan Nou, leuk. Dat water dat en vuur. Niet uitgelegd. Is natuurlijk ook logisch. Ja, dat vond ik ook. Maar ik niet. Nee. En ik ben er misschien ook wat minder intelligent, dat kan. Maar het is meer dat ik denk van, dat wordt me niet uitgelegd. Dus. Wat voor mij de combat samenvat, is dat ik letterlijk gewoon alleen maar een grote vuurbal op alles gooit.
gooide. Ja. En daarmee gewoon wegkwam. Vind je het lekker schieten? Ja. En ik ben dus eigenlijk heel erg Counter-Strike gewend qua shooters en dat, gewoon zo first person. Dus wat dat betreft vond ik het wel tof. Alleen ik vond dus de gameplay of de combat vond ik vrij eentonig worden, vrij snel. Want zeker. Eigenlijk of ja. Je moet alles quick purge, dus van achteren. Ja, dat wat dit, nu net ook niet lukte. Maar... Dat is super OP, ja. Sowieso. Je kan daar de meeste shit mee one-shotten. Dus ja. Je wordt niet beloond als je er gewoon doorheen rent. Nee, dus je wil sneaken. Ja. Maar als je wel gespot wordt, gooi je gewoon een grote vuurbal en is alles toch dood. Want je one-shot eigenlijk alles. Ja. En ik had hem op normal, niet op easy. Ja, dus... ja nou, op een gegeven moment. Ja, je one-shot inderdaad met de rocket alles. De en, maar die begint maar met 5 kogels. Dus dan moet je veel zeg maar, sparen overal. Je hebt dus in de wereld, ja, je ziet het ook, die vuilnisbak bijvoorbeeld daar. Dat heet, hoe heet het ook weer? Spectral Ether. Ether. En dat is eigenlijk je ammunition voor je Eternal Reef, je handcombat. En dat vind je dus overal. Maar je begint met vrij weinig. Of ja, je hebt eigenlijk wat weinig kogels in sommige dingen. Ja. Dat is ook wel een punt van kritiek die veel mensen brachten. Is van het voelt aan als een shooter. Dus dat betekent ook qua mechaniek. Je begint feitelijk met de wapens. Dat zijn die gestures die je hebt. En dat level je op. Ja. En dat wordt steeds heftiger. Maar snel zit je eigenlijk aan je maximum. Ja. Ja, waardoor je kan met dezelfde shit alle enemies killen. En waarbij dus het restant van de game heel snel eentonig repetitief gaat aanvallen. Omdat je krijgt niet meer de satisfaction van oh, wauw, nieuw wapen of een nieuwe power die ik erbij heb. Ja. Ze variëren ook niet heel erg. Ja, ze zien er mooi uit, maar ze variëren in wat ze doen. Voor mijn gevoel helemaal niet zo erg. Nou, eentje gooide een pion naar mijn hoofd. Ik werd geraakt door een pion. Ja. Dat was echt een pilon. Dat is zo'n ding. Ja, pilon. Ja. Ja. Zeker. Ja. Nee, je bent ook vrij snel dood. Ik gooide shit naar mijn hoofd en nou, ik ben nog niet dood geweest. Want je bent nog niet dood geweest in deze game? Ja, dan ben je gewoon maar ik merk gamer, wel na 6 of... Ik werd hier net zag je me net al 2 keer snuiven. Oh, je moet gewoon niet inrennen. Je kan letterlijk de hele tijd naar achter lopen en je vuurbal gooien. Naar achter lopen en je vuurbal gooien. En dan kill je alles. Ja, ik vind maar het na 6 uur dacht ik, ja, ik heb daar geen zin meer in. Dus toen ben ik gewoon er doorheen gaan rennen. Door dit soort fights ben ik dan gewoon weg. En op een gegeven moment stoppen ze met chasen. Oh, op die manier. Ja, maar dan level je natuurlijk ook niet in principe. Nee, dus dat, maar... Ja. Ik vond het zo eentonig geworden dat ik dacht, ja, ik heb geen zin in weer die guys. Ik wil gewoon verder met het verhaal. Weet je? Ja, nou ja, dat. Ik moet zeggen, ik vind het echt voor geen einde bonk schieten. Totdat Daan me op een gegeven moment leerde van, oh, maar de linker trigger, die focus, laat je focussen sort of op één enemy. Oh. En dan wordt het ineens een soort, wist je dat ook niet? Nee, ik heb met muis en keyboard gespeeld. Oh, ja, dan is dat misschien ook een andere button voor. Of dan is het al, dan is het misschien ook wel. Laat ik dan zeggen dat het heel erg langzaam en laggy en weird voelt. Als je niet die dingen gebruikt. Dus zelf het mikken. Maar je kan toch je camera speed aanpassen? Ja, maar sommige games voelen niet lekker. Nee, snap ik. Met muis en keyboard voelde het echt fucking. Oké, nou dat is dan een goede. Dan is dat al the way to go, denk ik. Want met controller ook niet met je quick lock. Want dat had ik dus als een van de toffe dingen aan. Ik had een soort lijstje met tof en niet tof. En bij tof stond dat het heel smooth voelde qua controls. Ja, bij mij dus echt totaal met niet. Met muis en keyboard dan in ieder geval. Ja, ik vond het sowieso de graphics heel smooth. Ik moest wel al mijn drivers updaten voor dit spel, maar... Nee, grafisch inderdaad. En dat zeiden we net al over het spektakel als er wat er uit je handen komt. Ja. Dat is heel tof. En de stad, weet je, dus de graphics zijn tof. Maar hoe representatief is het voor hoe Tokio voelt om in te lopen? Heel erg. Want ik ben daar nooit geweest. Behalve eigenlijk ook 50% natuurlijk niet, omdat 50% gaat om de miljoenen mensen die daar wonen. Ja, oké. Okay. En lopen. Maar die hoe zijn voelt de stad? Ja, insane cool. Bent. Ja, heel erg cool. Dit is gewoon heel erg vak. En het is dus lekker. En daarom vind ik het ook tof, hoor. Het is lekker vreemd dat er niemand in rondloopt. En ook voor mij een soort van sociofoob, heerlijk rustig. Katten, tanuki, allemaal beesten, honden. Heb je al met honden gepraat? Ja, natuurlijk. Ja, eerste natuurlijk. Wat ik kocht was hondenvoer. Ja, maar die vond ik al. Ja. En wat dan ook. Want dat is dus inderdaad het ding. Je hebt dat lege Tokio qua mensen. Maar dat zit dus vol met geesten. Dan wel dus de yokai waar tegen je vecht. Dan wel de yokai waar ik hiervoor eventjes iets kom inleveren voor geld. Want je kan dus overal collectibles en heel veel side missions doen die soms dus gaan om... Het is een stoned kat dit, joh. Ja, ik vond die side missions heel oninteressant. Ja? Ja, en ik ben sowieso... voor iemand die heel erg open world haat...
was dit best wel chill. Want je hebt dus die fog. En eigenlijk speel je deeltjes van de stad steeds vrij door die gates te clearen. Ja. Dus wat dat betreft was het voor iemand die keuzestress heeft vrij overzichtelijk van... Oké, ik kan nu niet verder dan dit en de volgende keer wel. Wat grappig. Dat was heel fijn. Ik had niet die open world stress. Maar nou is het ook top. Die sidequests Aziatisch, Japans in ieder geval. Want Japanners maken niet heel veel echt open wereld games volgens mij. Nou ja, like Desert Online. Ja. Dat is meer een MMO. Ze zijn vrij lineair. Ik bedoel, dingen als het schieten met controller bij Japanse games is vaak... Altijd hebben we het erover dat het een beetje awkward of aanvoelt met camera en zo. En de manier waarop het eruit ziet, als ik heel eerlijk ben... Bedoel, ik heb het niet gespeeld hoor, ik ben hier om de vragen te stellen. Maar ik vind het PlayStation 4. Nee. Die game is mooi en volgens mij helemaal op de PC. Ja, ik was verbaasd dat mijn 1080 getrok, want de graphics zagen er super vet uit. Ja, maar dat is vaak. Kijk dan, het is toch mooi. Ja, ik vind het. Ik vind Cyberpunk mooier dan dit qua detail. Ze hebben een. Ja, maar alleen die regen al kan je processor echt verneuken en dat was het. Nee, niet, maar dat snap ik. Japanse games hebben vaak heel veel. Er zit heel veel in, bijvoorbeeld in die magie met vuurballen en alles dingen. Dat ziet er heel mooi uit, maar dan feitelijk zo'n autootje. Bedoel, nee, ja, het is een blokkendoosje. Dat zijn auto's daar. Dat zijn blokkendozen. Dus dat is ook heel representatief. Ja, maar je kan ook helemaal niet zo ver kijken. Nee, dat is die fog. Dat hebben ze natuurlijk ook op een bepaalde manier bewust gedaan. Ja, dat vond ik dus heel rustgevend. Okay. Van, ik hoef niet de hele stad à la GTA tot mijn beschikking. Ik wil gewoon steeds stukjes. Ik vond de minimap ook heel chill trouwens. Ik vind het daarom dus bijna geen open world game. Nee, dat is heel grappig. Dat ik had zoiets van, wat de fuck zit ik nou te spelen voor lineaire bullshit? Ja, maar als je het wel allemaal los uitspeelt... dan kan je daarna wel al die sidequests open world gaan doen. Ja. Maar ik vond dus de sidequest jammer. Want er zitten dan af en toe spectrals, die geesten van mensen... zitten dan op een hoekje en dan zitten ze een soort van rare vervormde stem van... I can't find my mommy of zo, dat was er eentje. Dommige dingen, soms is het leuk, soms is het heel dom. En het was eigenlijk heel... kort en straightforward. En ik vond de sidequests echt best wel saai. Ja. Is het eng? Wel eng. Ja, het is meer trippy. Ja, hangt er een sfeer? Een sfeer. Ja, daar hangt zeker een sfeer. Ja? Is het een goede sfeer of is het een... Nou, ik vond het wel... Het was een soort van neon... Matrix versus LSD-trip, zeg maar. Want Mikami, of hij nou wel of niet... wat hij nou wel of niet zijn vingers aan deze game heeft gehad... Hij stond altijd bekend voor Resident Evil. Evil in dat freaky horror, weet je. Ja, dat duister, donker. Dit is duidelijk wel iets anders. Maar zie je toch herkenningspunten met zijn andere games, zijn werk? Of... Jawel, de rare wezens en de corruption die overal, die stad een beetje... Nou ja, want jij zit tussen anders, leven maar. En dood ook in. Je hebt een geest in je, maar je bent ook nog weer levend. Dus jij ziet ook delen van de underworld en delen van de echte world. Dus soms ook met perspectief dingen, dat als je naar een deur toe loopt, dat die groter wordt of kleiner. Of, soms ook, weet je, dan zijn er soort inderdaad ook druggy missies, dat er ineens een soort van... De realiteit geborpt is en je zo van ondersteboven loopt. En de strepen op de weg die opeens zo'n golfje doen. Dat je denkt, what the fuck? Zag ik dat nou echt? Ja. Weet je wel? Nee, dat is heel tof. En dus het heeft wel het heeft wel een beetje die... Nou, het is niet, ik zou het dus niet een horror vibe noemen, maar een beetje een thriller. Een eerie vibe. Ja. Scary. Ik kan het nog spelen. En ik ben echt bang voor alles. Nee, want dat is voor het ding. Voor de rest lopen er gewoon heel veel enemies in die wereld. Wel veel dezelfde. Dat is tenminste wat ik lees. Ja, is ook zo. Ja. Is dat dan... Mist hij de uitdaging op een gegeven moment? Ja, nou, ik dus wel. Ja. Maar dan moet je kan hem ook nog gewoon veel moeilijker zetten. Maar dan wordt het niet per se leuker van. Nee. Dat is bekend. Nou kijk, hij heeft laatst even een interview gegeven... dat hij zei van ik wil stoppen. Of stoppen. Ik wil minder horror games maken. Ik wil... andersoortige games maken en kortere games. Ja. Ja. Nou vind ik Resident Evil over het algemeen niet zo heel erg lang. 20 uur of zo deze game? Main story? Zoiets. Ja, ik denk dat het 20, 25 uur dat je er wel... het is niet een hele grote game. En voor een open world game... Wat vond je van het verhaal? Want ik vond het wel leuk. Vaag. Ja, maar alles is vaag. En het is ook wel, het lijkt wel een trend in gaming tegenwoordig. Samen met Elden Ring en wat dan ook. Dat je gewoon even in een periode zitten waarin er weinig wordt uitgelegd. Want zoek het zelf maar uit. Dat vinden jullie interessant, toch? En de main character zegt ook geen zinnen. Die zegt, moet ik? En dan maakt die andere het af, is bijvoorbeeld. Dit? Ja. En dan volgende scène, moet ik? Ja. En dan volgende scène, denk ik, zeg nou gewoon even een hele zin. Ja, fair enough. Ja. Ja, die twee characters samen zijn ook niet, het zijn niet hele interessant. Ik vond die keken eigenlijk wel tof en die zie je dan ook, af en toe wel een soort buiten de body of wat dan ook. Of flashbacks. Ja, want eerst haat je elkaar, soort van, je gaat struggelen voor dat lichaam. Als in, je gaat ook met je handen om je eigen keel. Ja, precies. Het is allemaal heel... Misschien maar 10 seconden zelfs. De ideeën zijn vet, maar het is niet...
echt veel uitgewerkt qua verhaal. Nee. Want eigenlijk het enige wat ik nu dus na, nou, hoe lang heb ik gespeeld? 7 uur of zo. Heb, dat is die ene guy zoekt zijn zus en die andere guy wil de bad guy verslaan. Punt. Ja, nee, maar dat is ook wel een beetje wat het is. En op een gegeven moment kom je accomplices tegen van de bad guy. De bad guy zelf zie je vaak en dan dodge die weer en is hij weer weg. Dus je bent inderdaad gewoon naar tools en wat dan ook aan het zoeken om je zusje te bevrijden. Verder is het ook niet, maar ik vond het best wel grappig eigenlijk. Ik had zoiets van, dit is mooi, trippy, toch? Dit is die trippy shit. Volgens mij gaat hij zo trippen. Ik bedoel, jullie vinden het mooi, maar ik vind dit speelde ik 5, 6 jaar geleden ook al. Ja, kijk dit. Kijk, dat vind ik dan eng. Ja, dan ben je fear, dit vind je eng. Ja, dit vind ik eng. Hier schrok ik echt van. Nee, maar ik ben heel gevoelig. Ik ben gewoon heel gevoelig. Ja, blijkbaar. Kijk nou, dit is toch trippy? Dit is toch It's Matrix trippy, niet... meets LSD trip? Het is, ja, oké. Okay. Misschien denk je, ja, misschien kan je het te goed inleven. Het is eng. Waarschijnlijk. Het is geestelijk eng. Ik ben gewoon heel empathisch mens. Dat zou kunnen inderdaad, ja. Ik ook, maar niet naar videogames. Dat is wat anders. Nee, met alles. Nou, ik heb er dan te veel gespeeld. Ik weet, oké, nou, oh ja, dan gaat straks daar wat gebeuren. Oh, maar dat is ook een beetje. Maar dan toch, en dan schrik ik toch. Ja. Ja. Hier weer. Oh, dit vind ik gewoon creepy, man. Oh ja, nee, ik niet. Kijk dan, dat is toch fucking creepy. Lineaire bullshit. Kijk die schaduw op de wanneer muur. Ben ik er doorheen? Wanneer is waar is mijn zusje? Ja, oh, ik vond dit niet chill. Oh ja, nee ik zat hier echt, ik had hier echt heel weinig zin in om doorheen te lopen, moet ik zeggen. Doe je ogen dicht en druk je naar voren. Nee, dat dan is kom je er op een gegeven moment ook wel. En dit is dan een wat lineairdere missie. Ja. Ja, nee, daar staat hij. Maar dat is het ding. Het is nooit dat ze ineens echt voor je toeter staat en doet. Want die vrouw met die hoed en die soort van spiegel. Die is er heel snel. Die pak je ook echt vast op een gegeven moment. Ja. En je hebt ook een soort ringachtige figuren met dat zwarte haar zo. Maar speel je dit ook? Ja, je speelt het 's avonds, hè, volgens mij. Doen ook alle gordijnen dicht, donker of gewoon... Ik heb mijn wekker gezet na kroegwerk om dit nog te kunnen spelen. Ja, nee, je moet het ook niet in het donker spelen. Nee, ik heb het 's ochtends gespeeld. Oh, nee. Ja, hier vind je je zusje. Okay. Maar ik vind het verhaal wel oké. Okay. Ik vind het leuk. Het is iets dat je niet meemaakt. Geen dat idee. Dat is zijn ghost hell. Ja, maar... Ja, maar dat niemand legt uit wat nee, dat is. Waarom het een zwart wolkje is. Nee. Dat is gewoon. En het slaat daarom die sommige dingen, man. Dit is weer zo dat... Maar misschien dat het in de Japanse mythologie al volkomen duidelijk is voor Japanners dat zo is, nee? Nou, ik kreeg een beetje een soort Death Note vibe ook. Dat die KK dus tegen je praat als een soort van, net als Ryuk, gewoon dat hij erbij chillt. Ja, maar dat is fijn. Iemand in je, hè, dat is logisch. Dat is te comprehenden. Maar waarom de fuck het inderdaad zwart is, dat... Je had ook lag, zie je? Of niet? Ik had bij deze cutscenes dus FPS lag, waardoor het geluid achter bleef lopen. Maar toen ik mijn drivers allemaal update, was het oké. Ja, ik heb een PlayStation 5 en ik game dus inderdaad op een andere manier. Ik kijk nooit naar dat soort technische dingen. Als ik ergens in zit, dan zit ik erin en dan een soort van fairy dust. En dan nee, ik hoorde opeens een ontploffing en ik zag niks. Zeg maar, dat soort dingen. Oh, nee, maar dat kwam echt door gezien. De drivers. Dat was mijn schuld. Maar dat had ik wel opgeschreven. Ja. Over de audio gesproken. De audio is wel heel vet. Die wereld... Japanse. Sorry? Ja, nee, je kan ook met Japanse tekst. Oh, zeker? Ja, ja, ja. De Engels is trouwens ook wel goed. Ik had geen Engelse voice option. Moet je naar het menu gaan, voor summary. Nee, dan moet je helemaal terug naar het menu. Oh, helemaal terug. Ja. Oh, ik kon alleen... Want ik heb hem dus... Dat was ook een dingetje wat ik irritant vond. Is dat het dus Japanse voice acting is... Met Engels ondertiteling. Ja, maar dat kan je wel aan en uitzetten. Ja, nou, dat wist ik. Dat kon dus bij mij niet, zeg maar. Ik wist niet dat je dan helemaal terug naar het main menu moest. Dus ik heb hem gespeeld. Terwijl als je in combat bent, moet je ook nog de subtitles lezen. Ja. Weet je wel? En dat vond ik daarom dan heb ik hem op moeilijk. Engels gezet. En niet omdat het Japans is heel tof. Vind ik altijd wel in games. Alleen ik kan inderdaad ook niet snel lezen. Dus ik zet het altijd op Engels. Zodat ik alleen maar hoef te luisteren wat er gebeurt. En niet hoef te lezen. Ja, ik moest dus lezen. Maar de audio is heel vet. Overal, het voelt, weet je, sfeer. Die creatures, die hebben allemaal een soort van eigen kraakjes en windjes en husjes. En, dus dat is heel goed gedaan. Dus er is heel veel vibe. En het lijkt een beetje alsof ze hebben gedacht van, nou, hoe cool is het als we Shibuya, dat is de wijk waar het zich afspeelt, niet heel Tokio hoor, dus het is niet een hele grote map. Als we Shibuya leegmaken van mensen. En er zijn wat dieren, yokai, geesten. Oké, dat hebben ze gemaakt. En wat nu? Ja, nu moeten we er een verhaal aan. Nu hangen. Moeten we er iets in gaan doen. Ja, dan moeten we de gameplay gaan doen. Ja, oké, dan laten we dan iets doen met een first-person shooter die geen first-person shooter is. Klinkt gelijk al heel Japans, weet je? Het doen om het doen. En dan soort van gaan ze daar een soort van heel krulsnoor draaien. Een soort van een verhaal overheen verzinnen over waarom dit tof is. Net zoals dus... Sommige van die geesten, inderdaad, de sidequests. Dus je denkt van, maar ja, sorry, weet je, je hebt hier gewoon iets, inderdaad, soort van, ik ben mijn broertje kwijt en die is laatst gezien bij de aquarium. Ja. Kan je bij het aquarium gaan kijken en dan zit hij daar en dan heb je zijn halfjes en dan is dat dan het. Dan gaat hij weer ergens anders heen.
Nou ja, het zijn weer andere geesten natuurlijk dan die je moet helpen. Maar dus het lijkt wel alsof ze dus die wereld hebben gedaan. En dat is echt de ster en de audio daarin is vet. En dat ze toen inderdaad iets zijn gaan verzinnen om er maar in te doen. En dat vond ik er in het begin heel tof uitzien met die hand combat. Maar dat wordt dus snel saai. Ja, en ook de tech tree, daar ben je zo doorheen. Doet niet heel veel. Ja. En dat vind ik wel heel fijn. Wat? Een hele grote tech tree vind ik niet chill. Ja, ik wil gewoon niet alles uitzoeken, lezen, kiezen, allemaal dingen. Ik wil gewoon... Ja, maar dat is wat je wil. En dat is wat je wilt van een open wereld game. Namelijk precies dat. Lezen, precies kiezen, dat, bedenken hoe je over 10 uur ongeveer wilt zijn. Ja, daarom en alles vind zit er ik dat niet in. Dat vind ik dus echt niet chill. En daarom kon ik dit game wel hebben. Games. Ja, precies. Ja, dat snap ik helemaal. Dus het is inderdaad. Maar net wat voor type speler je bent. Maar jij zegt dan van oké, dat gedeelte vind ik wel chill. Ja. Maar desondanks vind je de game... niet buitensporig goed. Ik zou het een... We doen geen cijfers. Nee. Ik vind het... ik zou hem wel uit willen spelen om te kijken of het verhaal nog wel opbouwt of zo. Maar qua gameplay echt per se, de gameplay zelf, zou ik niet 20 uur dit gaan doen. Maar dat is... Ja, je ziet het wel vaker van met dit soort games van dat inderdaad dat ze zoeken naar... dat ze beginnen eigenlijk met een setting en met een sfeer en met een verhaal. En vervolgens gaan nadenken, oké, wat voor games gaan we hiermee maken? Op zich is dat misschien ook wel de goede volgorde. Nee, je gaat niet eerst gameplay maken en vervolgens nadenken. Ja? Tuurlijk, ja. Sommige games, Flappy Bird of wat dan ook, Celeste. Bewijzen van. Maar er zijn heel veel games die zijn juist vanuit het gameplay principe gedaan. Maar het begint altijd bij een goed idee. En een goed idee had in dit geval, zou in dit geval ook prima kunnen zijn, een heel sfeervol leeg Spokio. Hey, ja. Heeft die iemand wel eens gemaakt? Hey. There you go. Ik heb hem gecoind. Maar spook, ja. Maar dat kan een prima beginpunt zijn voor een vet idee. Maar ja, ze hebben er later niet heel veel meer mee gedaan. Ik had het veel specialer verwacht en veel gekker. En weet je, als je die trailers ziet, en dat is best wel goed gedaan. Potentie allemaal voor. En ze hebben net niet. Ja, ik snap dat dit ook heel veel werk is, maar voor mijn gevoel hebben ze... Geef ze te net snel niet weg. Te lang daar gewerkt. Wat meer moeten uitspreiden, ja, dingen die je kan doen. Ja, ik zou liever zeggen, geef het over een half jaar uit en voor... Nou, nee, ik bedoel meer van... Ja, het had gewoon een goede shooter dan moeten zijn. Ja. Jij vond het wel, maar een goede shooter is in dit geval misschien ook... Het is wel vervulling in het begin, maar als het daarna inderdaad de hele tijd gewoon... Pap, 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 boom, boom, boom. Ik zou graag meer een beetje freerunning parcours dingetjes erin. Ja, je moet af en toe heel erg... Dat is ook zo'n ding. Hoe vet is het als je door die stad een beetje à la Mirror's Edge kan rennen? Want nu heb je een soort van vage vliegende dingetjes. En dan kun je dan aan grappelen. Alleen dat. Geesten die bovenaan gebouwen hangen. Eén soort geest. Ja. Die kan je grappelen. Ja. Dat is ook een geest uit Japanse lore, geloof ik. Ja, yokai. Dat zijn gewoon natuurlijk dat zijn gewoon Japanse folklore. Ja, daar weet ik dan weer niks van. Nee, ja, ik ook niet echt. Behalve dus dat ook inderdaad katten en wat er nou kunnen dat ook zijn. Dus het hoeft helemaal niet super spooky te zijn. Maar je kan je dus alleen daar aan grappelen. En dan heb je dus heel veel verticaliteit. Maar niet overal kan je omhoog. Je kan ook lang niet overal dus van plek naar plek. Terwijl er wel vaak dingen liggen. Dat ik denk van oké, maar hier probeer je... Je kan je lifetime upgraden. Ja, een beetje. Heel lang zo. Nou, lang. Ja, oké. Je kan alsnog een beetje gliden. In het begin is het letterlijk 1,5 seconde. Dus dan denk je van oké... Ja, en dan ik sprong en ik dacht, oh ja, nou ja. Nee. Nou, daarom... maar dat is geen fall damage. Dat hoor ik nee, gelukkig wel. Niet. Nee, maar er zit heel veel verticaliteit in, als in exploration. Heel veel potentie. Alleen het voelt alsof ze net niet... Maar eigenlijk is dat wel bizar, want we hebben de laatste paar jaar hebben we echt, als het over gameplay gaat, echt waanzinnige games. Japan was altijd, qua gameplay, er zat altijd wel uitdaging in, diversiteit, moeilijk. En het lijkt wel hierop dat... Dat het helemaal de missie gaat. Dat op zich. Het ziet er dus in stukjes van een halve minuut. Ziet het er vet uit. Het ziet er ook echt vet uit. Ja. Alleen dit is het. Zeg maar. Dit wordt het niet. Maar dus wat je zegt van dit is hetzelfde als met Far Cry. Als je op een gegeven moment één wapen hebt, dan kan je de hele game uitspelen. Ja. Dus dan is ook de lol van het veroveren of dingen of level is weg. Dat vind ik niet, want dat blijft heel fulfilling schieten. Als je dat ene wapen hebt, dan is het die gekozen omdat je die heel vet vindt. Het voelt nice, net als de BFG, Het voelt nice om af te vuren, dat vind ik bij dit dus niet. Ik vind het bij Far Cry. Dan heb je inderdaad op een gegeven moment een wapen gekozen. En dan ga je die helemaal. En dat is waar je die game mee speelt. Ja. Ik heb dat hier, heb ik dat niet. Ik heb die bow ook helemaal niet gebruikt trouwens. Nee, ik ook niet echt. Kijk, deze chick, die is naar. Hier ben ik dus gewoon voor weggerend. En die kwam niet achter me aan. Fuck, nee, ik kom gewoon verder met mijn heel veel games verder met mijn leven. Niet achterna wordt gezeten. Vind ik ook niet. Maar in een open wereld game vind ik dat kunnen. Maar in een lineaire game vind ik niet dat je
ergens langs moet kunnen lopen. Het is natuurlijk wel ergens, ik zou het semi-open world noemen. Maar ik vind het dus, en dat is inderdaad, je zei net al Far Cry. Heeft hij zich verteld? Ik bedoel, Shinji Mikami maakt... maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft het niet gemaakt. Nee, oké, maar zijn studio is feitelijk, komt uit de Resident Evil-achtig lineair... gangetje bijna. En nou, dat hij hier wil wat anders gaan proberen. Ja. Hij heeft wat meer hooi op zijn vork genomen of de studio. En het komt er dus blijkbaar nog niet helemaal uit. Nee, hij is inderdaad niet de maker. Hij heeft 2 lineaire games gemaakt. En daarvoor maakt hij ook lineaire games. Ja. Dus hij heeft dit nog niet, dat ga ik ook hij zeggen. Maar de studio heeft dit niet in hun vingers. Nee. Omdat dit een open world game. En het is ergens in basis, begint het wel in de buurt van een open world game te komen. Ja. Maar eigenlijk is dat ook helemaal niet echt. Want er is ook veel te weinig te doen. Weet je, de mensen zeggen altijd van nou, maar in Far Cry, of in Far Cry, dus in Ubisoft games. Het is altijd hetzelfde en het is heel veel. Ja, dat is het ook. Maar het is wel ergens, er is in ieder geval iets. En ook dingen die sens maken. En dat kan je tof vinden of niet. Maar hier heb je... soms is het een beetje... soms is het grappig, de game. Soms is het heel serieus. Maar dan heb je bijvoorbeeld Tanuki. En dat zijn dus objecten in de stad. Mm-hmm. Maar met een staart. Dus ze hebben zich vermomd als objecten in de stad. Is best leuk. Vet cute vond ik. Ja, die vond ik echt heel leuk. Maar dat is dan ineens iets dat weer heel erg... comic-achtig is. Ja, heel random. En hij praat ook tegen je als een soort maffiabaas die baas van de Tanuki. Nee, maar dat zijn dan de sidequests. Je hebt overal wel dingen die je kan vinden. Dus er zijn wel open world dingetjes geprobeerd. Toegepast, als het ware. Maar het voelt niet... Het klopt af en toe niet. Omdat sommige dingen zijn dus heel serieus. Sommige niet. En omdat... er heel veel dingen gewoon niet worden uitgelegd. Maar ja, we nemen het gewoon aan. Ja. Of in ieder geval, hier, neem het maar aan dat het zo is. Want ja, cool dat er vendors zijn. Bij sommige vendors kan je iets kopen, eten. En bij sommige kan je iets terugbrengen. Maar waarom? Weet je, vertel mij wat dan, waarom sommige katten iets kopen en sommige katten iets niet kopen. In plaats van dat ik, moet ik dat nu zelf in gaan zitten vullen? En dat kan hoor. Misschien maar is dat dus... lees jij het als die katten tegen je praten? Ja, omdat ik probeer een open world game te spelen. Ja, okay. Waarin het belangrijk dat is. Ja, maar natuurlijk. Eentje heeft aan mij uitgelegd waarom ik Sid moest terugbrengen. Nou, vertel het eens. Nou ja, omdat hij zelf de shop niet kon verlaten en bla bla bla. Ja, oké, maar. Ja, okay. Maar hij wou wel dingen hebben om te verkopen en zeldzame shit. En dan kreeg je dan Maar waarom? Een soort van zijn er yokai katten die iets verkopen? En waarom zijn er yokai katten die iets kopen van jou? Omdat je geld moet verdienen ergens. Ja, ik snap de mechanic-wise. Dat bedoel ik. Maar er wordt niet in de story uitgelegd. Niet lekker in de story of gewoon duidelijk en dus met heel veel dingen. Ik vind het mooiste voorbeeld is dat die zwarte fucking shit op zijn oog. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk vast wel wat dingen waarvan je denkt van, oh, ik denk eigenlijk misschien wel dat het hierom is. En dat is ook niet zo erg dat het vrij ter interpretatie is. Maar één ding, je wil niet dus dat die halve game, je hebt bijvoorbeeld die fucking, je moet dus geesten sparen in de stad. En die geesten, die red je dan vanuit van het hiernamaals. Dus je stort ze letterlijk in een papiertje. Ja, wat is dat? Hoe heet het ook weer? Het is een speciaal iets. Tara nog iets. Uit Japanse lore ook, zeg maar. Je vindt het in een tempel. Ik ben geen lore-deskundige. Het is een soort van origami dingetje. Ja. En dan zuig je ze op in dat. En het wordt niet hoe weet je dat? Door... te doen. Ja, de eerste keer dat gebeurde. Ja, leg het knopje dan van uit? Hold rechte muisknop to absorb. Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, hoe weet je dat het hoe weet je wat het is? Waarom heeft het die vorm? Is dat iets inderdaad iets uit Japanse omdat lore het dat in er een tempel origami... lag op een altaar. Ja, maar, ja. Dus, maar er is maar waarschijnlijk zo goed een druif kunnen zijn. Of ja, een, je of kan een, dus of een in stepje, je menu of... kan je naar inventory dingetjes wat het is. Ja, okay, en daar zitten ook hele leuke beschrijvingen met heel veel humor bij. Oké, okay. Ja, maar dat is dan iets dat ik denk ik te weinig gedaan heb. De mechaniek maar... van als je wil weten wat het is, moet je even naar het menu toe en dan lezen. Beschrijven. Maar dat is God of War ook. Als jij een boek, of hoe heet het, in God of War, als je iets van zo'n ding opent met lore... dan kan je dat ook teruglezen. Ja, teruglezen. Maar dan wordt het waarschijnlijk in het verhaal wordt het even geïntroduceerd. Even, van, oh, dit is het boek het van verhaal die, is... dat gebeurt, dat doet dit en dit. Ja, maar in het menu kan je dan heel veel lezen. Zeg maar. Dat wordt en ook niet allemaal verteld. Nee, fijn. Dat is dus hier ook was het ook van, oh, dit doet RPG dit. RPG-eigen. En dan als je wil weten waarom en wat het is, moet je even naar het menu. Nee, maar dat vind ik niet erg. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat wij de westerse lore wat beter kennen dan de Japanse. Dus misschien dat het voor een Japaner wel het gaat strekt om, het gaat is, niet om wat de lore is. Het gaat om dat me niet, misschien als je heel veel leest wel, maar over het algemeen best veilig heeft, maar dat het me niet op een gangbare, relaxte manier wordt verteld waarom het een fucking origami spookje is. Ja. Het is archaïsch. Het is natuurlijk gewoon iets
Dat is Japans. Het is gewoon precies die shit weer van... Nee, mijn games moeten niet te moeilijk of te makkelijk zijn. Laat ze er maar zelf een beetje voor werken. Weet je, dat is wat van... En dan zit het van... Ja, maar het gaat om zelf... Je moet zelf de intentie hebben om de reis te willen maken. Weet je, dat je denkt van... Wat fuck bedoel je, fucking Japanner? Geef me gewoon een fucking slikke game. Want je wereld is vet. Ik vond het wel slik. Wat? Waar je doorheen loopt. Ik vond de game echt super smooth voelen. En ik kom natuurlijk van hele vage, rare indie games... Ja. En dan opeens dit. Nou ja, bedoel, dus, maar ik vond het echt super smooth. Dit is geen indie game, maar voor triple A, wat dit soort van pretendeert te zijn, is het bijna een indie game. Want... Ja, maar ik was al impressed met de reflectie van die schermen. Ja, maar die is amazing. Precies dat. Natuurlijk. Ja, nee, de game ziet er mooi. Ik vind het er dus ook vibey en mooi uitzien. Maar denk je dat dit gaat aanslaan? En dan heb ik het niet over wat ik zeg van dit is geaimd op mainstream. Nou, ja, mainstream, maar in ieder geval gewoon op triple A, weet je wel. En ik denk, is dit gewoon dan niet... Nou, op eerste gezicht wel. Ja. Maar als je dus eenmaal langer met deze game doorbrengt, denk ik dat heel veel mensen afhaken voordat ze het echt uit Omdat het niet genoeg diepgang heeft. Ja. Ja, misschien. Wat voor veel mensen denk ik ook wel fijn is, hoor. Dat sommige mensen hoeven ook denk ik niet per se diepgang. Nee, maar voelt misschien ook meer als een lekker Japans gek snackje. Ja, maar dat zeg ik, het trek je over die drempel met dit soort dingen. Dat je, dit is echt fucking vet, ziet er cool uit. Ja. En dan als je eenmaal door die deur bent van, oké, ik heb het gekocht. Dan kom je binnen in een kamer die eigenlijk gewoon best wel leeg is. Dat je denkt, hetzelfde. Voordeur zag er echt vet cool uit, maar deze kamer, man. Misschien speel ik het niet goed genoeg, hoor. Want als je dit zo op deze manier, hè, maar dat is dus inderdaad waarschijnlijk misschien hoe de... Als je tijd neemt. Om echt te gaan kijken. Want normaal loop je door dit soort trappies. Je hebt van, oké, vet, coole kat. Maar als je er zo echt, weet je, het is niet dat ik soort van ergens stil ga staan om helemaal te kijken hoe ze het ook hier hebben. Ja, ik dus wel. Ja, oké, maar dat is misschien speel ik het dan niet zoals zij bedoeld hebben om het te spelen. Namelijk inderdaad gewoon alles lezen. Maar overal stilstaan om te kijken. Vrijdag uitgekomen. En dan moeten we, zeg maar, dan hebben wij 2-3 dagen. Dus dan ga je ook een beetje, oké, ik wil door met het spel. Wat. Ja, natuurlijk. Hey, dat is het nadeel van een review, dat je niet achteruit kan leunen. Een soort Marguerite reference. Ja. Ik weet niet of je ik kijk vaak ook voor reviews liever mee. Omdat je dan veel meer op dingen kan letten. Want dan ben je gefocust op allerlei dingen. Ik denk maar sowieso dat deze game veel vetter is om te kijken dan om te spelen. Ja, maar dat is natuurlijk niet iets waarmee je games verkoopt. Nee. Een goede game kan allemaal. Lief. Ja, het is leuk, maar na 2 keer weten we wel dat er 1000 fucking katten in je stad lopen die je kan voeren. En dan krijg je iets terug, namelijk geld. Of dan zoeken ze iets voor je. Of je kan gewoon lezen. Kijk, wat daar is die baas. Ja, dat is de Tanuki-boss. Die is zo'n 20 andere Tanuki's kwijt. Er zit nog wat customization in hier en daar. Het is wel cute. Het is ook alleen maar singleplayer uitspelen, klaar, af. Over en uit. Geen co-op, geen multiplayer. Ik heb nergens iets gezien over co-op of multiplayer. Ik kan me ook niet voorstellen, omdat je gewoon je bent die character. Ja. Hier, dat is dus alleen... Kijk, dit is die grapple. Ja. En dan alleen maar deze. Dus bovenop en dan denk je, en dit is je fucking origami spookvanger. Het lijkt net als zo'n sneeuwvlokje die je hebt uitgeknipt. Weet je? Kijk, en dan moet je weer weg. En dan ik moet zeggen, nu ik het zie, vind ik wel dat Jelle gelijk heeft. Ik vind, niet alles hoef je uit te leggen, maar als je geesten gaat vangen met een soort van heel raar papiertje... En hij sterker nog, kijk wat hij nu gaat doen. Je moet ze uploaden. Je moet ze uploaden. Ja, dit moet je uitleggen. Ed heeft een... Ja, maar Ed heeft Ed, wie is Ed? Op een gegeven moment kom je, weet je, dan leer je meer weten van Ed. Maar dat is dus ding. Die heeft dit gebouwd, maar er gaat niet, weet je. En dat is dus ding. Nu wordt het letterlijk via de telefoonlijn naar Ed gestuurd. En die bewaart ze. Ja, top. Ed. Waarom brengt hij het papiertje niet weg en dan krijgt hij een nieuw papiertje? Ik vond die phonebooth upload ook echt zo van... Oké, ze hadden een manier nodig om... Dat. Ze hebben maar wat shit bedacht. Om met die ghosts iets te doen. Wat is lekker gek. Nou, laten we... Een phonebooth. Ja. Dat je daar je origami papiertje achter in, dat je open moet doen en achter op moet leggen. Want Ed heeft letterlijk alle telefoonbooths in de hele stad omgebouwd. Toevallig. Ja, maar daarom, dit is bullshit. Voor dit scenario. Het is stom. Ja, voor het scenario. maar dat bedoel ik. Als je dit zo is het toch niet uit te leggen, die game. Nee, echt niet. En het is dan ook voor die mensen die het gemaakt hebben, leuk, wel. Niet goed. Volstrekt logisch. Ja, maar daarom af en toe echt een hekel aan bepaalde soort Japanse... Pretentieus? Nee, onnadenkend. Een soort van, als ik maar jullie vinden gek leuk, toch? Weet je, als je halve Japanse winkel, soort van, die hangen vol met gekke, rare dingen. Ik heb wel eens een USB, letterlijk een geel handje. Zo, gewoon van plastic, zo groot. En die deed dit. En er zat een snoer aan. En als je dat snoer in de USB stopte, dan ging het handje trillen. Ja.
Dat was het. Ja, maar dat was het. En dat is, maar dan heb ik ze, maar wat is dit? En sterker nog, er zat niet eens een uitleg bij. En dat is precies het punt. Als je zegt van, oh, maar dit moet je hier op je hoofd zetten. En de trillingen zorgen ervoor dat je hoofd maar weggaat. Oké, fine. Dan heb je in ieder geval een USB-vibrator gevonden. Ja, maar ik denk dus letterlijk dat dat het was. Maar verhuld als een heel grappig uitziend geel piece. Nee, maar dus dat, er zat geen uitleg bij. En je kan je dan, je denkt van, maar jullie hebben gewoon hier iets bedacht wat alleen maar is ontstaan omdat jullie iets geks wilden bedenken. Ja. En dat is deze keer ook. En het is gewoon niet goed daardoor. Nee. Of je wilde een mechanic introduceren waar je geen reden voor had. En dat je dan maar iets... Of die iets beters konden verzinnen met van, oké, nu moet het naar die ad toe. En hoe gaan we dat doen? Als er staan heel veel phoneboots in Tokio, dus doen we dat maar. Niet vijf verschillende soorten energie of spectral dit of dat. Nee, er is misschien wel één iets. Het is of ammo, of je brengt het naar je phoneboot. Daar kunnen ze ook wel iets anders voor verzinnen. Maar dus dat het of ammo is of het ene. Niet drie verschillende soorten energie voor ammo. Dan heb je nog spook energie. Stun tickets. Stun tickets, inderdaad. Het zijn papiertjes. Die gooien, het zijn gewoon granaatjes, maar het zijn geen granaatjes. Nee, het zijn letterlijk papiertjes die je op de grond dieft. En dan is area of effect damage. Ja. Het is een papiertje met tekens erop en als je dat dan zo doet... Ja, maar, het is gewoon weer precies die LSD shit waar jullie ik altijd over heb. Stoned gespeeld en zo. Nee, zij hebben het stoned gemaakt. Okay. Ik heb de helft stoned gespeeld, de laatste En sterker nog, zij hebben het niet stoned gemaakt. Ze hebben gewild dat ze iets zouden maken waarvoor ze stoned waren. Trippy, ja. Dat is, want je krijgt daar volgens mij nog steeds de doodstraf bewijzen van voor smoken. Dus ze hebben gedacht van, oké, sorry, wij mogen niet smoken. Maar hoe zou het zijn om gesmoked te hebben en een game te maken. En dat zijn ze dan gaan proberen en dat is dit geworden. En dat is niet hoe het werkt. Nee. Ik vind het meer LSD dan wiet. Ik heb het allemaal nooit gebruikt, dus ik zou het niet weten. Het lijkt me meer, ik heb wel een keer een heel harde klap tegen mijn kop gekregen. Zo ziet het een beetje uit. Dat, ja. Maar had ik ook met boksen in Londen, was ook leuk. Jij zou het dus nog wel... Jij geeft het nog, je wil het nog uitspelen. Ja, omdat dan zou ik hem gewoon op easy zetten, zodat ik al die fights kan ik gewoon doorheen breezen. Alleen maar omdat ik het verhaal eigenlijk niet, wil niet weten. Heel al te boeiende verhaal door wil spelen. Ja, maar nee, dat dus. Wat we dus altijd bij ons doen, is dat het als recensent, als reviewer, is het gewoon... Kijk, wij krijgen die games. Je hebt er niks voor hoeven te betalen. Jelle niet. Dus dan chill. Als ik ervoor had betaald, was ik wel boos geweest. Bozer. Ja, maar daar gaat het om. Van, dat is altijd wat je moet voorhouden. Van, had ik hier mijn 60 euro voor is willen het betalen? 60 euro? Tuurlijk. Het is dan ben ik wel boos. Game. Ja. Ik vind het, want bijvoorbeeld Hellblade was 20 euro. Veel vettere game. Precies. Ja. Dus wat dat betreft kan je dat beter kopen. Heel anders soort game natuurlijk. Hè, maar om een random voorbeeld te noemen. Dat was 20 euro. Dus ik vind, als het 20 euro was, was ik niet boos geweest. Maar 60 vind ik te veel voor dit. Oké. Nou ja, goed. Bewaar dat voor de open review, mag je zeggen. Of het kopen, budgetbak of slopen. En Jelle, ben jij? Want jij had hier wel... Ik ben een open world gamer. Maar ben je teleurgesteld? Je hebt altijd wel verwachtingen. Ja, zeker. Ik ben teleurgesteld. Ik had zin om je moest en zou deze game hebben. Om door Tokio te struinen. Nou, om door Tokio te struinen en gekke magic shit te doen. Maar het is ook niet heel veel meer dan precies dat. Dus de zingeving eromheen is gewoon niet genoeg om er een hele... Het is gewoon niet een hele goede game. Okay. En sommige mensen die hebben zoiets van, het is zo speciaal. Ja, dat is het ook ergens wel om een fucking... Maar dan is, weet je, Persona is net zo speciaal. Want het is ook heel onnavolgbaar, niet westers. Nee. En wat dan ook. En het heeft maar daar gewoon... is de fighting wel echt... uitgebreid en de progressie is wel echt uitdagend. Daarom. En het verhaal is heel RPG-ig. Nee, precies. Ja. Het is ook niet voor een open world game. Ja. Is het gewoon niet zo... Heeft het weinig body. Weinig massa. Ja. Wat gewoon... Ja, het is gewoon zonde. Dus ja, nee, wat mij betreft is dit niet een hele lijpe open world game. Maar het is wel een goede potentie. Het is een goede ruggengraat. Ja, maar ze hadden gewoon deze game is nu uit, dus de rug gaat. Het is wel echt de standaard dooddoener, hè? Bij gaming is altijd, als het game niet goed is, maar het ziet er wel goed uit. Dat zeiden we altijd op de E3, van als we er niks van konden zeggen, zeiden we, het ziet er wel vet uit. Ja, het ziet er wel vet uit. Het ziet er wel vet uit, maar ja goed, daar ga je geen 60 euro voor betalen. Nee, absoluut voor iets niet. Wat vet uitziet. Nee. Goed, duidelijk, niet helemaal dus geworden wat deze dames en heren van hadden verwacht. Ghostwire Tokyo.